Goeiedag iedereen. Vandaag ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Trust God in Your Storms. En vandaag zal ik het hebben over een relatie hebben met deze grote God. Een relatie. Wanneer wij kijken in ons dagelijks leven, zijn er verschillende relaties die we hebben. Het kan zijn vriend en vriendin relatie, het kan zijn man en vrouw relatie, het kan zijn klasgenoten, businesspartners relatie. En wanneer we zo kijken naar die relaties, dan zien we dat ze kunnen verschillen. Hè? Als ik een voorbeeld mag nemen bij man en vrouw relatie. Bij de man- en vrouwrelatie, je ziet dat ze dagelijks in contact zijn. Weet je, ze weten waarvan, dus ze weten van elkaar waarvan ze houden, waarvan ze niet houden, wat ze blij maken, wat ze boos kunnen maken. Weet je, dus je weet van de, je kent de andere persoon, je weet van de andere persoon van deze persoon, ze houdt niet hiervan, weet je, en hij houdt niet daarvan. Of dit kan er blij maken, dit kan hem blij maken, dit kan onze relatie sterker maken. Dus dat alles heb je in die man- en vrouwrelatie. En zo zie je dat iemand kennen, dat het veel dieper gaat. Als we kunnen iemand kennen, als we kijken bijvoorbeeld bij een buurman en een buurvrouw bijvoorbeeld. Je weet, je kent de persoons naam, je weet waar de persoon woont. Maar je relatie met de persoon is niet zodanig diep dat je weet bijvoorbeeld waarvan de persoon houdt, waarvan de persoon niet houdt, waardoor de persoon is heen gegaan in zijn of haar leven. En wanneer we zo kijken, dan zien we dat iemand kennen veel dieper gaat dan wat we denken. En zo ook moet onze relatie veel dieper gaan met de Heer. Wanneer wij zeggen dat we een relatie hebben met de Heer, wil dat zeggen dat wij dagelijks in contact met Hem zijn. Dat wij weten waarvan Hij houdt, waarvan Hij niet houdt. Waarnaar Hij verlangt van ons. Wat Hem blij maakt, wat Hem boos maakt. En al dat soort dingen. En dat wil zeggen dat de Heer Jezus kennen, dat het veel dieper gaat. Weet u, naar de kerk gaan is niet genoeg. We moeten een relatie hebben met Hem. We moeten dagelijks met Hem in contact zijn. We moeten dagelijks tot Hem praten. Bidden is praten tot deze God. Praten tot Hem. Net je beste vriend. Net je vader. Toch? En zo zijn we dus dagelijks in contact met Hem. Ook door zijn woord te lezen. Wanneer we zijn woord lezen, leren we Hem ook veel beter kennen. Toch? En ga zo maar door. Dus, een relatie hebben met deze God. Het gaat veel dieper. En wanneer wij die intieme relatie met Hem hebben. Wanneer we die intieme relatie met Hem hebben. Dan zullen al onze andere relaties succesvol zijn. Wanneer jouw relatie met deze God. Die hemel en aarde gemaakt heeft. Goed is, dan zullen al jouw andere relaties succesvol zijn. Laten we ernaar streven, naar die intieme relatie met deze Heer. Laten we ernaar streven om dicht bij Hem te zijn. Yes, en dat was mijn bemoediging voor vandaag. Have a nice day, have a beautiful day. En laat de Heer jou leiden in alles wat je doet. Yes. Doei doei en tot de volgende keer.